Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we dat het grotendeels onbewolkt was in het begin van de ochtend. In het noorden zitten wel wat wolkenvelden en in de loop van de ochtend en middag gaan die wolken zich wat verder naar het zuiden toe uitbreiden. Ik denk wel dat het in de zuidelijke provincies overwegend zonnig blijft een groot deel van de dag, maar in het midden en noorden daar komen dus wel wolken overdrijven. Het blijft desondanks wel droog en het wordt 20 of 21 graden in de noordelijke provincies tot 24 graden. In het zuidoosten. Ook vanavond een afwisseling van wolken en opklaringen. Zo halverwege de avond is het kwik weer gedaald naar een graad of 18. En komende nacht liggen de minima rond een graad of 13. Dan morgen overdag een afwisseling van wolken en zon. Geleidelijk aan gaat de zon vanuit het zuiden wel weer vaker doorbreken. Het wordt 19 of 20 graden in het noorden tot een zomerse 25 of 26 graden in het zuidoosten. Op zaterdag is het tijdelijk meer bewolking. Dan wordt het 18 tot 23 graden met kans op een enkele bui in het oosten en noordoosten. Op zondag blijft het droog bij een graad of 18. Maandag weer iets warmer en dan lokaal een enkele bui. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.